Met de solde voor de deur publiceert Estacoop een onderzoek in verschillende soorten van winkels, waarbij we meer dan 900 prijzen vergeleken. Uit dat onderzoek blijkt dat winkeliers soms een arsenaal aan trucs hebben om de consument te misleiden. In de kleding en de schoen en de lederwarenwinkels blijken de regels wel goed te worden nageleefd. Meer dan 9 op de 10 verwijzen systematisch naar de juiste originele prijs. Maar helaas, bij de meubelwinkels en de elektronicazaken is het heel anders gesteld. In de folders daar ontdekten we heel wat misbruiken. Soms was het een subtiele misleiding, soms waren het echte leugens of puur bedrog. De wet verplicht verkopers om bij promoties naast de nieuwe verlaagde prijs ook de referentieprijs te vermelden. In de elektronica en de meubelsector wordt helaas vaak misleidende promotie gemaakt. Zo blijkt de referentieprijs waarnaar verwezen wordt meer dan eens hoger te liggen dan de oorspronkelijke prijs tijdens de sperperiode. En dan krijgen consumenten de indruk dat ze meer korting krijgen dan echt het geval is. Soms is er zelfs helemaal geen sprake van een korting. Andere manier nog waarmee consumenten om de tuin worden geleid, is een prijsverhoging doorvoeren een maand voor de start van de promotie. België is het enige land in Europa met een sperperiode. De wet zegt dat een maand voor de koopjes de winkels geen prijsverminderingen meer mogen aankondigen. Dat gaat in tegen het principe van de vrije prijsbepalingen. Volgens ons bepaalt de handelaar het best zelf wanneer het voor hem het meest interessant is om zich van zijn producten te ontdoen. En het voordeel voor u is dat jullie een heel jaar door interessante kortingen kunnen genieten. Hoog tijd dus om een eind te maken aan die wetgeving.